We hebben het vanavond over ongelukkig zijn, over imperfectie en eigenlijk ook over de vraag of dat nu een groter probleem is dan 10, 20, 30 jaar geleden. Dat is eigenlijk een vraag van mij. Is er nu meer lijden, denkt u, dan de afgelopen 10, 20, 30 jaar? Is dat iets van deze tijd? Ik denk het niet. Ik denk dat lijden van alle tijden is en dat het lijden van 100 jaar geleden veel erger was. Ik kom zelf uit, ik weet niet dat dat hier... De Ruppelstreek. De Ruppelstreek in Vlaanderen is een streek waar de steenbakkerijnijverheid glorieerde. Rond de eeuwwisseling, zo de 19e, 20e eeuw. Kleiputten, kinderarbeid, schrijnende armoede, verschrikkelijk veel alcoholisme enzovoort enzovoort. Geen zinnig mens wil terug naar dat soort tijden. Hè. Dus ik ben absoluut geen reactionair denker die vindt dat het vroeger beter was. Hè. Ik denk dat we in een heel goede tijd leven met heel veel kansen, heel veel mogelijkheden. Niet alleen materieel, maar ook tijden waar een soort van ja, solidariteit toch ook wel maatschappelijk is ingebed, hè, hier in onze streken. Dus dat is allemaal heel goed. Maar ik ben een psychiater van deze tijd en ik zie dat ik heel veel werk heb. Dat ik wachtlijsten overal in mijn sector, dus ik denk, oh, er is ook een probleem. En de vooruitgang van de wereld kan alleen maar verder gaan als wij dat probleem durven zien, daarover nadenken, daar scherpzinnig durven over denken. Hè. Niet om te zeggen dat het nu allemaal slecht is en dat het vroeger beter was, maar om ervoor te zorgen dat de goede realisaties van de tijd, zoals de sociale zekerheid bijvoorbeeld, niet voor onze ogen invalt. Want dat dreigt altijd. Hè. Dus ik ben een vooruitgangsdenker, ik ben een optimistische mens, maar dat kan alleen maar door streng te oordelen over wat er aan de hand is. En dat doe ik vanuit mijn beroep, dat betekent de psychiater, die dagelijks geconfronteerd wordt met mensen die rampzalig, ongelukkig en depressief kunnen zijn, ondanks ogenschijnlijk goede omstandigheden. Dat is het uitgangspunt. En ziet dat ongeluk van nu er anders uit dan het ongeluk van 20 jaar geleden? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Dat heb ik in mijn boek Borderline Times al beschreven. Ik denk dat de symptomen van een patiënt, hè, en dat gaat over depressie, maar ook andere symptomen, altijd een spiegeling zijn van de tijd. Dat is mijn visie op de psychiatrie. Hè. Ik denk dat, ik zeg aan mijn assistenten, luister goed naar uw patiënten, want zij zeggen iets over uzelf. Hè. Wat mensen in kwetsbaarheid meemaken en vertellen en voelen, toont iets wat ons allen treft, maar waar we aan voorbij gaan en waar we, denk ik, ook attent moeten op zijn. Dus ik pleit er nogal voor om goed naar patiënten te luisteren, omdat die kanaries in de koolmijn zijn, om dat te zeggen. De symptomen van mensen zeggen iets over de wereld. Dat is mijn visie op de psychiatrie. Dus de psychiatrie staat niet buiten de wereld, ergens aan de rand, weg, waar we niks mee te maken hebben. Nee, integendeel, zit in het centrum van de wereld. In het putje waar het samenkomt, zoiets. Dus symptomen zijn iets om goed over na te denken. Denken, oh, wat deze mens hier doet, bijvoorbeeld zeggen, mijn leven is zinloos en waardeloos, betekent niets enzovoort. Dat is niet iets vreemd, maar dat is iets wat onder de oppervlakte bij ons allen aanwezig is. Zo denk ik dat. Ja, wat ziet u dan? Men mag dat anders denken ook, moet ik altijd erbij zeggen. Anders zouden mensen denken dat ik de waarheid in pacht heb en dat is niet zo. Maar wat ziet u dan in die spreekkamer? Wat is dan zo'n symptoom van deze tijd, naar uw idee? Zinloosheid en leegte. Zinloosheid ja, en leegte. Dat is een eenzaamheid, dat hangt daarmee samen. Een gebrek aan verbinding. Gebrek aan een waarachtige contact om te spreken. Gebrek aan oog voor verdriet en tekort. Zulke dingen komen terug over alle symptomen, over alle problemen heen, vind ik. Onder de oppervlakte.